Een ondernemer heeft vanmorgen een rover doodgeschoten te Oekroedam. De politie meldt dat de ondernemer verklaarde dat hij wakker werd om naar het toilet te gaan en de deurklink van de achterdeur op en neer zag bewegen. Buiten zag hij drie mannen staan, waarvan één gewapend was met een jachtgeweer met ingekorte loop. De ondernemer pakte zijn jachtgeweer en schoot in de richting van de verdachten. Eén van hen werd dodelijk geraakt, terwijl de twee anderen zijn gevlucht. Ze lieten het wapen en hun auto achter. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. De ondernemer is wel in het bezit van een wapenvergunning.